Elke dag rijden er miljoenen vrachtwagens op de weg. En ik ben nu bij een fabriek waar ze die enorme trucks maken. En ik ga uitzoeken hoe lang het nou duurt om zo'n truck te maken. Nou, dat durf ik niet te zeggen. Daar heb ik geen antwoord op. Daar heb ik geen idee van. Dat kan. In één dag wordt een vrachtwagen gebouwd. Zeker dat. Ja, met Lego. Ze kunnen het wel heel kort bouwen, maar of het in één dag... Jos, wat een enorme fabriek is dit. Hoeveel mensen werken hier? In deze fabriek, die ongeveer 10 voetbalvelden groot is, werken ruim 1800 mensen. 10 voetbalvelden? Jeetje, dat is echt gigantisch, hè? En wat voor vrachtwagens worden hier nou gemaakt? In deze Scania-fabriek maken we de vrachtwagens boven de 16 ton. Dat zijn dus echt die hele grote vrachtwagens die op de weg zitten. Dat is het echte werk. Dat is het echte werk, ja. En zou ik alsjeblieft mogen zien waar dat dan begint met zo'n truck te maken? Jazeker, daar gaan we nu heen. Mooi. Nou, hier zijn we bij het begin van het assemblageproces. Hier wordt het chassis gemaakt. Dus hier begint het hele proces? Ja, dat klopt. Deze zware balken voegen we samen totdat wij een chassis noemen. En aan dat chassis komen later alle andere onderdelen van de vrachtauto. Dus een chassis is eigenlijk het geraamte van de vrachtwagen? Ja, dat klopt. Dat kun je het geraamte noemen van de vrachtauto. En dan aan de assemblagelijn komen er dan steuntjes aan en leidingen. Maar verderop komt er ook de motor en de versnellingsbak in. En dat weegt samen wel 2000 kilo. Ongeveer zo zwaar als jouw personenwagen. En dan later komt de cabine erop. Ja. En aan het eind van de assemblagelijn komen de banden. En dan kan die op eigen wielen staan. En hoeveel stations zijn er? Wel meer dan 40 stations hier op deze lijn. Zo, nu wil ik natuurlijk het eindresultaat zien. Ja, natuurlijk, dat kan. Dan gaan we die kant op. Is deze nu klaar om de weg op te gaan, Jos? Hij is bijna klaar om de weg op te gaan. Hij moet alleen nog getest worden op de remmen en op de elektronische componenten. Ja, het is natuurlijk best wel een complex proces, zo'n hele truck maken. Maar zijn er nou nog dingen waar je speciaal op moet letten? Ja. Er zijn verschillende dingen waar we op letten. Allereerst natuurlijk de assemblagekwaliteit. We moeten ervoor zorgen dat de auto betrouwbaar en veilig zo lang mogelijk gebruikt kan worden. Waar wij ook graag op letten is het milieu. En wij zijn nu bezig om ervoor te zorgen dat deze enorme fabriek in 2020 energie-neutraal kan produceren. Een fabriek van 10 voetbalvelden? Ja. Nou, dat vind ik echt top. Ja, ik hou ervan. Ja, mooi. Maar in zo'n vrachtwagen, hoe lang gaat hij eigenlijk mee? Je hebt technische levensduur en economische levensduur. De economische levensduur is ongeveer 5 jaar. In die tijd heeft de vrachtauto zichzelf terugverdiend. En dan kun je een nieuwe gaan kopen met nieuwe techniek. De technische levensduur is veel langer, want je kan nog langer met hem doorrijden. Dan kun je wel 15 jaar rijden. En een vrachtwagen maakt heel veel kilometers. Veel meer dan een personenauto. Ja. Vrachtauto's kunnen 2,5, 3 miljoen kilometer rijden. Nee. Ja. Ik vind 2 ton op te tellen al veel. Ja, maar vrachtwagens zijn daar ook op ontworpen. Die moeten dat ook kunnen, want ze moeten dag en nacht onder rood zijn. Dat is waar. En het is natuurlijk een enorme motor die erin zit. Gigantisch. Jos, ik heb nu een aantal uren met jou mee mogen lopen en hier rond mogen kijken, wat ik ontzettend leuk vond. Maar wat ik dan wil weten, hoe lang duurt het nou om van echt het begin totdat hij helemaal klaar is een vrachtwagen te maken? In deze fabriek maken we vandaag 150 vrachtauto's in een vastgesteld tempo. En op die manier duurt het 6,5 uur van het allereerste begin totdat hij gereed is voor de klant. Dat is hartstikke snel. Dat is snel. Jos, onwijs bedankt dat ik met je mee mag lopen vandaag. Heel graag gedaan. Zo, het is dus een feit dat een vrachtwagen in 1 dag gebouwd kan worden. Sterker nog, in deze fabriek worden er 150 per dag gebouwd. En nu ga ik dus eventjes kijken of deze vrachtwagen ook fijn rijdt.